Dat gaan we doen. Dit gaan we doen. Ja, wat is dit? Yo kijkers, welkom terug bij deze nieuwe Rocket League video. Vandaag gaan wij freestylen in Rocket League. We zitten in 1 tegen 1 op een laag niveautje rond de champ 1, champ 2. En de bedoeling is freestylen. Dus dat betekent mooie goals maken. Hij heeft mijn boost gemaakt. Dat is vervelend. En hij gaat voor veel ballen. En dan gaan we boost. Hij gaat proberen voor de demo. Oké, dit is een tegengroeien. Nee, is nog niet. We chillen hem. Hij gaat recht op de boost staan. Wat doet hij? Moet hij eerst voor de boost? Kijk, nu kunnen we de muur op. Oké, freestyle 1. Boom. De boom gaat fout en we hebben onze eerste tegen goal. Oh, jammer. Ja. Oh, hij stond zo droog stil. Hij bleef ook gewoon, hij ging gewoon helemaal niet springen. Dat heeft hem gewoon al weggesaved. Oké, okay. Nou, we beginnen 1-0 achter, helaas. Dat is Thai. Kijk, kunnen we dus omheen. Oh, wat gaat hij toch voor ballen. Oké, okay, we gaan wel gewoon open net scoren. Want anders wordt het wel heel taai als we mensen tegenkomen die voor elke bal gaan. Dus oké, okay, we gaan open net, moeten we wel scoren. Ik ben geen Evample, zo goed ben ik niet. Helaas. Voor als jullie Evample niet kennen. Hij heeft de gekste skill moves in heel het spel. Dus slaat helemaal nergens op. Op toetsenbord en muis ook nog eens. Jongens, laat mij trouwens even weten in de comments wie jij denkt dat de beste Nederlandse freestyler is. Dan ga ik misschien wel een keer vragen aan die persoon om een keer misschien iets op te nemen. Dat lijkt me wel leuk. Kijk, we hebben weer een kans hier. Wauw, hij gaat er. Hij saved hem ook, oké. Okay. We gaan eerst terug voor Bruce. Hopen dat hij de bal met rust laat. Doet hij niet. Hij schiet. Bumpen kan hij ook niet. We kunnen omhoog. Hier, hij gaat gewoon weer. Oké, we gaan naar de andere boost toe. En we hebben de bal. Oké, kan dit wat worden? Oké, hij heeft in ieder geval niet een instant counter. We hebben de middenboost. Jeez, hij gaat wel zoveel ballen. We scoren hem wel, ja. Sorry. Oké, okay, we staan nu twee goals voor. Oké, okay, nu gaan we wel even voor naar freestyles. Dat is wel de bedoeling. Hij wint de 50's. Kijk, deze precies, dit moet ik winnen. En dan kan ik heerlijk de muur op. Hier kan ik ook wat mee. Ah, sprong slecht. Oh, gekke freestyle. Oh, hij heeft het nog. Was ook niet echt een freestyle natuurlijk. Boost gek. Kijk. Een paasje. Hij gaat die boost pakken. Prima. Maar ik wil voor een groundplay gaan. Ik kreeg de bal in gewoon niet de auto. Boost nu. Dank je. Ja, kijk, waar moeten we hier nou mee? Ja, ja, dit moeten we wel scoren. Ja, was, ja. Ik kon niet naar de muur. Ja, ik kon wel naar de muur in gaan. Maar dan had ik er nog niet heel veel van kunnen maken. Fake hem. Naar de muur. Ceiling shot, double tap. Musty. Ik heb verneukt. Hup, pum, pum. Oké, okay, ga maar mooi naar de boost toe. We staan voor. We hoeven niet zoveel te doen. Het enige wat we nog moeten doen is even een mooie goal scoren, vind ik. Oké, okay, we gaan langs hem heen. En toch is hij er. Hij paast. Je mis. Hij gaat weer naar mijn boost. Nee! Ik wou Breezy. Wat is die vervelend, jongens. Echt niet normaal. We gaan hem demoen, dat is de bedoeling. Kijk, ja. Span alsjeblieft aan de andere kant.
Hij ging ook gewoon voor de middenboost. Het is echt ongelooflijk. We spelen tegen een echte chaser, jongens. Geen neppen, een echte. Oké, ga. Dan ga ik gewoon nog. 50, 50. Ik verlies mijn 50. Ik heb een neuk. Oh mijn god. Wat maak ik mee? Hij gaat echt van elke bouw, jongens. Elke. Kijk. Race naar de boost, double tap. Please. Ja. Oké, we hebben een ceiling shotje. Op zich was het nog best netjes dat ik die binnen kreeg. Aangezien ik best wel snel moest gaan en dan moest. Ja, op zich al prima goaltje. Hier kan ik al mee leven. Maar we gaan nog een mooiere maken. Dat moet. Hij gaat niet voor de boost. Zo, meen je. Oké. We nemen de bal mee terug. Kijk, hij mag nu gaan. Dan paast hij. Kijk. Niet gaan alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, ga niet nog een keer. En hij heeft mijn boost. Ik ga schieten. Dat was echt een poepschot. Oké, we gaan voor de boost. Hopen dat hij één keer een slecht schot heeft. Nee, ik ga gewoon direct. Ja, nee! Dit mis. Ja, hij liefd ook. Jongens, laten we gewoon heel snel doorgaan naar onze tweede game. Oké, we zijn aangekomen in onze tweede game. Net zocht ik heel snel een potje. Ik kom opeens aan een cash shot. Even twee, joh. Komt, kan ook gewoon opeens. Oké, die nemen we mee. Oh, niet op die manier was de bedoeling. Nee! Ja, ik zeg je heel eerlijk, jongens. Dit is wel de lijpste wave test die ik in tijden gedaan heb, denk ik. Wat gebeurt hier? Ik backflip. Oh. Ja, nice. Oké. Die bal namen sowieso echt ontzettend slecht mee. Gaat hij? Oké, dat is onze bal. Ik ga er langs, je gaat er langs. Ja, domme groundplay. Het is niet. Ja, ik probeer dan breezy te doen, maar. Ja, uiteindelijk moest ik hem hier gewoon flippen, aangezien ik hem toch twee keer had. Was gewoon prima. We feesten hem twee keer. Linkerkant. Ja, perfect. Daar is iets van de muur af. Kijk. Ja, ik ben aan het oefenen met de groundplay, jongens. Alleen het gaat nog niet best. Oké. Dank je, dat is echt een paas. Dank je. Oké, faken. Boost. Dank je. Ja, hier kan ik niet meer voor. Hij gaat wel bij de bal blijven. Kijk, dit is weer een goeie. Dit is een goeie. Oh, die hadden we er overheen moeten krijgen. Nee, ik moet snel terug. Oké, zo. Ik had dacht dat ik eigenlijk heel veel tijd had. Oké. Doe dan. Oh! Die was echt oprecht lijp geweest, meen ik serieus. Dat had ik echt lijp gevonden. Fake. We gaan terug. Ga nou weg. Oh mijn god, dat doen we allemaal. Ja, kijk, we zijn er langs. Nou, dit heb je niet gedaan, toch? Oh, wat een hond. Hij mist! Oh, wat een joch. Oh, wat is mijn... Knip! Goh. Hoe heb ik dat alsnog niet? Ja, ik ging ook veel te overhaast. Ik dacht, ik kan die bal mooi meenemen. Dat was niet. Hij mist. Dus. Ah, goede save. Ik denk dat hij ook een counter heeft. Ja, we gaan deze open net scoren zodat we zo weer kunnen freestylen. We moeten het even gelijk maken. Dit moet kunnen, vind ik. Dit moet kunnen. Hij geeft me zo'n open net. Dus dan moeten we die toch even pakken.
Kijk, deze bounce lekker. En dan... Oh, raak ik hem zo slecht. Dump lukt niet. Doen alsof hij gelijk moet gaan. Oké, ga helemaal naar die boost toe, dan schiet hij nog één keer. We hopen eigenlijk dat hij zit. Kijk, oké, we staan weg voor en nu gaan we weer gek doen. En als hij dan weer een counter maakt, ja, we zien wel. Als hij naar de backboost ging, had hij prima. Dan konden wij ook nog up gaan. Maar hij wou dat wij niet up gingen, dus we schoten. Oké, ik ga deze kick even een keer faken. Ik weet niet of ik dat goed kan. Zo, best goede flik nog. Oh, ik mis hem. Ja, dit is... Ja, dit is karma. Karma voor de fake. Ja, slecht voor mij. Oké, we moeten hem naar rechts mee kunnen nemen, vind ik. Dat is compleet de andere kant. Die kan ik niet dubbel tappen. Ja, en een goede wave dash van hem. Goede, hele goede wave dash, ben ik serieus. Zonder die wave dash was hij niet eerder geweest. Deze wave dash was oprecht goed van hem. Kwam niet snel op snelheid. Dat is heel raar om te zeggen. Snel op snelheid. Nice. Laat me, ga weg. Oké, we schieten deze man. Dubbel tappen. Nou, ik kan hem niet meer verder. Die gaat in. Jezus, wat geluk heeft deze man nog wel. Wegwezen. Oké. Wat gaan we doen? Dit gaan we doen. Ja, wat is dit? Ja, can you like not smurf? Sorry. Ja, ik probeer een video te maken, maat. Ik wil niet scoren, ik wil alleen maar freestylen. Dat is alles. Hij gaat niet mee. Oh nee, gaat fout. Die hebben we nog. Goede wave dash weer. Dat is het goede ding hoor. Deze man weet wel hoe die terug moet komen en alles. Oké, doe schrik. Oh, paas maar, ja. Ja, schiet maar. Dank je, goede paas. Kijk. Ah, ik wou hem faken. Ja, ik weet niet. Ik zag hem hier zo gaan, dus ik dacht hier, ik ga hem hier faken. En hij flikt ook. Volgens mij faked hij die ook. Maar, ja, hij kwam niet echt in de buurt. Oh, zo, ik zie een beetje surfen lekker. Pre-flip. Zit die? Oh, close. Let op, hè. Ja, dat... Dat was echt een trieste bedoeling. Hij mist, dat is het beste. Dus we staan nog voor. Ah, kom op, geef me één kans, maat. Nee, ja, we hebben gewoon niet echt een mooie goal gemaakt vandaag. Ja, we moeten misschien wel, we laten het overtime worden. Dan heb ik nog kans op één goal. Ik moet. Of we gaan nu gek doen in de kick-off. Als we maar geen kick-off goal krijgen nu. Die pre-flip. Nee, oh, het was toch gelukt ook. Oh, wat jammer. Kom op. Hij gaat in één keer schieten, neem ik aan. Oké, ja. Oké, we gaan allebei terug. Ik heb bal. Dus ik kan doen wat ik wil. Oké, hij laat me niet gaan hier. Oké, we gaan gewoon naar de boost. Hey, maar... Jongen. Ja, sorry. Ja. Ja, hij gaf me geen kans. Het spijt me. We hebben hem wel gewonnen. Stop. Ja, heel lelijk. Jongens, voor jullie wel bedankt voor het kijken naar deze Rocket League video. Dit gaan we zeker nog een keer doen, want ja, dit moet gewoon beter kunnen natuurlijk.
aangezien we echt amper mooie goals hebben gemaakt. Maar toch jongens, ik ben bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer terug bij de volgende video. Later.